is het thuis? Slecht. Zeer slecht. Ja, laten we de dingen maar bij de naam noemen, Victor. Waarom niet als het slecht gaat? Zeg slecht. Juist. Slecht dus. En met je ouders? Dat is een schandere vraag, Victor. Het is hetzelfde als vragen wat voor weer het is als het heel hard onweert. Nee, even serieus. Hoe is het met ze? Ik wacht tot ze elkaar opknopen of doodslaan. Zo erg is het toch niet? Moet je horen. Mijn vader is zo doof als de pest. Schiet voor de grap maar zijn kanon bij zijn oren af. Dan vraagt hij of er gebeld wordt. Ik wil het jou al vertellen. Ik heb nog altijd de hoop dat als ik een keer thuis kom, dat hij keurig in de deuropening hangt. Weet je wel? Tussen de kamers en suite. Waar je ook gymnastiekringen zou kunnen bevestigen. Frits, dat meen je toch niet? Ja hoor. Die haken draaien er zo in. Nee, van je vader bedoel ik. Ja, natuurlijk meen ik dat. Victor, hij slurpt bij het drinken. En hij prakt zijn eten en hij laat winden waar niemand om gevraagd heeft. Luister je? Ja. Elke avond is er pap na. Dan zet mijn moeder de suikerpot op tafel met een klein lepeltje erin. Let je op. Iedereen schept met dat lepeltje uit de suikerpot. Wat doet mijn vader? Geen idee. Hij schept er de suiker uit met zijn eigen vieze paplepel waar de pap al aan zit. Ik mag jouw vader erg graag. Victor, ik word gek. Ik wil patsboom tegen het plafond. Paplepel in een suikerpot. Kijk, er wordt niets gezegd en niets gedaan in het boek. Of bijna niets gezegd en bijna niets gedaan in het boek wat niet in werkelijkheid gebeurd is. Maar er zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd en er zijn een heleboel dingen gezegd die niet in het boek komen. Het is een hele speciale selectie. En de sfeer van het boek wordt onder meer veroorzaakt door die selectie. Maar je kunt niet zeggen dat er iets vertekend is, dat er iets anders gezegd is dan in werkelijkheid gedaan is. Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946 in onze stad, op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66, de held van deze geschiedenis, Frits van Echters, ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge dat aan een spijker hing. 6:15 mompelde hij. Het is nog nacht. Dit is de plek en dit is het huis waar de avonden zich afspeelt. Ja, absoluut. Alleen de nummers zijn veranderd. Dus het is waar nu 415 staat, daar woonden wij en de hele ingang heette 116. En daar was jullie kamer? Dat is onze huiskamer, waar die erker op uitsteekt, op één hoog. En daarnaast is de kamer van Gerard, waar hij dus wakker wordt in het begin van het boek. Wat was het voor buurt? Nou, een hele nette buurt. Wij zijn hier komen wonen in 36 of zo. Uit het betondorp. Dus een arbeidersbuurt, min of meer. Het huis was precies hetzelfde, behalve dat die woonboot die nu in het water ligt, die was er niet natuurlijk. Maar je kon, als je voor het raam stond, zag je het water van de kade. En de schoenmakerij Cowboy, die bestond toen ook al. Kon er ook nog, ik geloof, briketten en eierkolen kopen en brandhout. Maar dat zal tegenwoordig niet meer het geval zijn, denk ik. Wat was het voor huis? Nou, het was een suite daar, die huiskamer. Voorkamer, achterkamer. Een tussenkamer, de kamer van Gerard en de zogenaamde puntkamer. Dat was mijn kamer, maar tijdens de avonden was ik er al niet meer. Toen woonde ik op mezelf. Hallo, wie is daar? Ik. Godverdomme. Ja, doe hem maar open, hoelewapper. Oh, ben jij het? Nou ja, kon erger. In het verhaal muziek voor de maaltijd door de klok van 20. Hoe maakt u het? Tja, wat zal ik zeggen? Slecht, maar verder gaat het goed. Hoe is het met jou? We gaan het sparen voor een nieuwe kop. Ja, maar die van jou hoef ik niet. Het is niet zo dat er een gelijkgestemdheid bestond destijds tussen u en uw broer. Nee, dat kan je niet zeggen. Nou, ik was het huis uit.
Ik was getrouwd en ik woonde dan niet langer. Ik kwam alleen af en toe binnen in het boek ook. Nu misschien nog iets over kaalhoofdigheid? Nee, ik weet niets meer. Hey, Joop, jongen. Dag, pa. Dat is leuk. Kom je eens even langs? Nieuwe slip over, pa. Wat zeg je, joh? Het boek is eigenlijk ontstaan door een heel eenvoudige truc, als je het zo kunt noemen. Een heel eenvoudig procedé. In een gewoon boek, in de meeste boeken, heb je een alwetende verteller, zoals ze dat dan met geleerd woord noemen. Dus degene die het verhaal vertelt, die is van alles op de hoogte. Die kent de geschiedenis, de gedachten, de voorgeschiedenis. Die weet alles wat er gebeurd is buiten het beeld, om zo te zeggen. Maar hier is de verteller eigenlijk een soort van camera die alleen maar ziet wat er gebeurt. Vertelt alleen maar wat zichtbaar is en wat hoorbaar is. Geen enkele gedachte wordt in het boek beschreven. Niets wat buiten de eigenlijke gebeurtenissen gebeurd is. Dus het verleden van de mensen wordt helemaal niet verteld. Je weet niet waar die vader werkt. Je weet niet waar hij zelf werkt. Je weet niet wat zijn vrienden doen voor de kost. Je weet niet wat ze in de oorlog gedaan hebben. Je weet niet wat ze denken, wat ze voelen. Alleen maar wat ze iedere keer zeggen wordt genoteerd. En dat geeft een heel merkwaardig geïsoleerd effect. En dat maakt het ook zo, hoe moet je het noemen, het krankzinnige van het boek, het beklemmende. Hey. Er zit een apart lepeltje in de suikerpot. Zit er niet voor niets, hoor. Laat hem dan maar, Frits. Er zit een apart lepeltje in de suikerpot en zit er niet voor niets. Geert had destijds helemaal niet zo'n saai leven als in het boek beschreven wordt. Nee, hij was verslaggever bij het Parool. En het is toch een betrekkelijk interessant leven. Maar ja, dat kon hij niet gebruiken natuurlijk. Maar ja, die dingen die erin gebeuren, in het boek gebeuren, zijn hem ook overkomen natuurlijk. Dus dat was zeker een element van verveling. Was in zijn leven speelde natuurlijk ook een rol. Maar waarom zou hij niet refereren aan zijn werkzaamheid als journalist, die toch interessant geweest moet zijn? Ja, maar dan valt het hele boek in elkaar. Als je vertelt dat Victor Poort klassieke talen studeerde en dat hij een held van het verzet geweest is en zo, wat hij allemaal in de oorlog beleefd heeft. Dan gebeuren er plotseling interessante dingen in het boek. En dat kan niet, want het boek moet gemaakt worden uit allemaal oninteressante dingen. Kunt u vertellen hoe het milieu was waarin Gerard leefde in die tijd, als je dat vergelijkt met het boek? Ja, dan was het eigenlijk heel anders dan het boek. Want in het boek wordt het een indruk gewekt dat het een volkomen, bijna analfabeet milieu. Er wordt bijna niet eens een krant gelezen, wat staat een boek. Terwijl er een grote boekenkast stond met boeken in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. En mijn vader een aantal boeken geschreven had en verschillende kranten las en zo. Dus het was eigenlijk een intellectueel milieu dat helemaal uitgekleed is in het boek, helemaal onttakeld is in het boek. Bekend is dat u beide een communistische opvoeding hebt gehad. Ja. Wat is daar nog van merkbaar in het boek? Niet direct. Maar in het boek geloof ik helemaal niks. Dat heeft hij expres helemaal weggelaten. Maar hij was wel. Het is ook een helemaal onpolitiek boek eigenlijk. Er komen geen politieke partijen, geen verkiezingen, geen niets in voor. Geen politieke discussies. De hele Tweede Wereldoorlog wordt bijna niet genoemd. Hoe was de verhouding tussen Gerard en zijn vader? Die was nogal goed, geloof ik. Die is altijd eigenlijk wel goed geweest. Hij heeft hem ook bij het Parool binnengehaald vlak na de bevrijding. Mijn vader had met het illegale Parool te maken. Toen werd het een legale krant in Amsterdam. En toen heeft hij Gerard verslaggever gemaakt. Dus dat zou hij niet gedaan hebben als hij geen goede verhouding met Gerard had gehad. Als ik iets over mijn zoon Gerard moet vertellen of zeggen, dan zou ik willen zeggen, in de eerste plaats, dat ik altijd wel geweten had dat hij een schrijver was. Al heel vroeg weet ik dat hij een schrijver, een bijzondere schrijver zou worden. En
toen het boek De Avonden verscheen, wat ik al van inhoud kende, toen was ik wel een beetje huiverig. En ik moet ook zeggen op het ogenblik nog, hoe goed boek het ik ook vind. Het is heel goed geschreven. Het portret wat hij van zijn vader gegeven heeft, dat was toch, is toch wel lichtelijk mistekend hier en daar. Enfin, dat zit hij nu zelf ook wel in. En wij kunnen uitstekend met elkaar opschieten. Gerard is schrijver geworden. Ik zou wel zeggen, hij was ertoe voorbestemd. Zijn vader hanteert de pen ook heel aardig. Zijn broer kan er ook mee overweg. Hij heeft van niemand vreemd dus. Dit is Gerard in de tijd ongeveer dat hij De Avonden schreef. En hier heb je een soort plan, overwegingen en voornemens bij het schrijven van het boek. Hij zegt, over den titel dienen wij ons geen zorgen te maken. De kamerbewoners, helden van onze tijd of ziekenbezoek, zullen wel zien, of De Avonden. We moeten ons niet de een of andere vorm laten opdringen. De mededelende verhaalvorm is absoluut niet verwerpelijk. Het werken dienen wij geduldig zonder opwinding te verrichten. Tweede kerstdag 1946. En daarna is hij blijkbaar begonnen te schrijven. Uw vader werd op een gegeven moment geconfronteerd met het boek waar hij nogal een belangrijke rol in speelt. Hoe reageerde hij? Nou, dat viel erg mee. Hij was ontzettend trots op het succes van het boek. Dat boek was meteen Gerard kreeg de Reinier Prinsen Gillingsprijs. Het baarde opzien, er waren veel recensies. Het werd voor die tijd dan betrekkelijk redelijk verkocht. Het boek ging niet rimpeloos weg. En dat vond hij, zijn vader vond het natuurlijk prachtig. En dat hij in het boek zelf als een soort mechogene hond, of wat, nou ja, nee, als meer als een soort onnozele gek werd afgebeeld. Dat nam hij dan op de koop toe. Hij was daar niet... Hij was niet bitter gekwetst of zoiets, nee, want er werd nog, toen Gerard die prijs kreeg, is er nog een partijtje geweest bij ons thuis. In het huis dus waar Gerard woonde met zijn ouders erbij en zo. En dat ging allemaal ontzettend goed. Op deze foto zie je verschillende mensen die in De Avonden voorkomen. Zoals zijn vader en moeder. Vader hier, moeder hier. Victor Poort. En hoe heet ik nou ook weer in het boek? Joop. Joop van Echters en zijn vrouw Ina. Gerard zelf met Hannie Michaelis. Hij had dus de prijs voor De Avonden gekregen en ik had een eervolle vermelding gekregen, zodat we ons elkaar dus terugvonden op die receptie. En toen onmiddellijk maakte hij zich van me meester, deed heel beschermend, wat ik eigenlijk prettig vond. Ik voelde me afschuwelijk verlegen en zei, kom jij maar naast mij zitten. En hij dacht ook, geloof ik wel, dat ik me daar erg vereerd moest voelen, maar dat drong helemaal niet tot me door, want ik vond het toch een beetje een snotaap. Maar toen vertelde hij me ook dat hij een feestje gaf 's avonds. En toen zei hij, ik wou het heel select houden. Jij komt toch ook, hè? Maar ik vond het eigenlijk allemaal erg mooi. Ik vond het dus direct een bijzonder aardige jongen. Dat was hij ook echt wel. Hij was wel wat arrogant. Het was ook wel een soort aanstellerij natuurlijk. Maar het was als aanstellerij toch bijzonder geslaagd. Ja, toen we later elkaar beter kenden, we zijn trouwens ook vrij gauw getrouwd. Ik verkeerde altijd in de veronderstelling dat hij veel van muziek hield. Dat zei hij zelf ook altijd. En speciaal was hij zo dol op Bach, zei hij altijd. En ik speelde dus piano en ik vond dat leuk dan, als hij luisterde. Maar eigenlijk luisterde hij zelden. Maar wel wou hij vaak, als we mensen op bezoek kregen, en vooral als hij dacht dat het mensen waren van keurige familie, wat hij altijd erg belangrijk vond, dan probeerde hij mij altijd te dwingen om aan de piano te gaan zitten. Dat wil zeggen, dus zodra ze belde, ik werd van tevoren geïnstrueerd, bij de eerste bel moest ik onmiddellijk achter de piano vliegen en Bach beginnen te spelen, totdat ze binnen waren. Want, zei hij, dan kunnen ze zien dat wij ook niet van de straat zijn. Maar Gerard had altijd een soort zwak voor religieuze zaken. Hij las graag stukjes uit de Bijbel voor, bijvoorbeeld. Vooral de Openbaring was hij goed in.
kon hij heel aardig het voordragen. Toen hij een jaar of 12 was, kon hij dat al. En hij ging, toen wij in het Betondorp nog woonden, ging hij wel in de Zacharias Jansenstraat naar een kerk op zondag. Maar wij dachten dat dat meer was dat hij het gedoe leuk vond, die hele godsdienstoefening. Niet dat hij er zelf religieuze gevoelens op nahield. Later is het tegendeel gebleken. Ja, hoewel er mensen zijn die zeggen dat het ook allemaal maar poppenkast is. Ja. Kunt u dat beoordelen? Nee, kan ik niet beoordelen. Maar ik wil nog hier iets aan toevoegen. Dat misschien mensen anders zouden over mij kunnen denken. Die altijd zeggen, of het vijanden zijn, weet ik niet. Hij is een acteur, een charlatan, een comediant. Hij is een clown. En tegen die mensen zou ik willen zeggen, ja, dat is waar. Ik ben een acteur, ik ben een comediant, ik ben een charlatan en een clown. Maar het krankzinnige is dat de rol die ik speel, dat ik dat ben. En dat ik vanavond, dat geloof ik in diepe ernst, eigenlijk niets gezegd heb wat ik niet heb gemeend. En nu zou ik willen zeggen in enkele woorden wat ik over de laatste en uiteindelijke dingen geloof, los van het feit dat ik toevallig in een bepaalde religieuze denominatie sta. Dat is niet zo gewichtig. Dat ik geloof dat God, de liefde en de dood drie woorden zijn voor één en hetzelfde. En dat als er een vrijheid is, een menselijke vrijheid, dat die ons gegeven zal zijn en gegeven is in de dood. En dat de zin en het doel en de betekenis van het leven de dood is. Zoals ik het gezegd heb in mijn gedicht, nu weet ik wie gij zijt, de jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna nog op dezelfde dag in een café te Heeg. Ik hoor mijn moeders stem, o dood die waarheid zijt, nader tot u. Hoe oud was jij toen je naar de fabriek ging? 12 jaar in de weverij. De fabriek? Mm-hmm. 12 jaar was ik toen. In de weverij. Fries. En meteen al bij de wevers? Nee, ik heb eerst in een ander deel van de fabriek gewerkt. En hoe laat begon je? En tot hoe laat? Om 6:30. Klokje rond. Weet je, ik kan me nauwelijks indenken. Een jongetje van 12, een kind nog in een fabriek. Een grote fabriek tussen al die vreselijke machines. En eigenlijk was alles veel te hoog ook, nietwaar? En dan nu het bankje. Ze hadden toen een klein bankje voor me neergezet. Oh. Goh, dat is zeker een hele uitkomst. Ja. En als ik op dat bankje stond, kon ik overal bij. Ja, dat is eigenlijk wel het beste. Fries, hebt u toen het boek uitkwam met uw ouders erover gepraat? Ja, ik vond het allemaal vanzelfsprekend. Ik vond het allemaal heel gewoon. Maar
of ik nou later in de loop van de jaren wat normaler en wat menselijker geworden ben, maar was inderdaad, ik was een stuurloos type. En hoe dat boek ontstaan is, dat kan ik toch niet meer reconstrueren. Hoe iemand in zo'n tumultueuze toestand in zijn leven rustig kan neerzetten en dat maar dag in dag uit uitpennen. Want het is geschreven in betrekkelijk korte tijd. Het is geschreven in 5 of 6 maanden, geloof ik. Zoiets. Maar u hebt er nooit met uw ouders over gehad van wat vonden jullie? Wat vinden jullie er nou van? Van het boek? Nou, mijn vader was heel, heel treurig en mijn moeder vond het ook niet zo geweldig leuk. En als ik iets nieuws aan het schrijven was, dan vroeg ze me altijd, ik kom er toch niet in voor. En ik zei, nee, beslist niet. Ja. Maar u zegt, als ze geleefd hadden... Nou, het is eerlijk gezegd, het is een opstandig boek, maar ik vind het niet een rechtvaardig boek jegens de ouders. Er is niks meer aan te doen, dat is ook ene troost, zoals de Turken zeggen als ze bij vergissing de verkeerde in het hoofd afgeslagen hebben. Er is niks meer aan te doen en dan moet je erbij neerleggen. Maar geen denken aan dat ik 10 jaar later zo'n boek zou hebben geschreven, ooit. Nee. En? Hoe smaken ze? Nou, ik moet zeggen, moeder, deze die bovenop liggen, die heb je goed doorgebraden. Ja, de appel is zacht. Mijn compliment. Zo. Aha. Wat zal dat zijn? Wijn? Nee, dat is zogenaamde wijn. Wijn voor oude jaar. Nee, dat is vruchtensap van bessen en appels. Ja, een frisse, lichtzuur drank. Heel lekker als je iets vets gegeten hebt. Wat voor een glaasje zal ik u doen? Die kleine wijnglaasjes? Nee, doe maar in die mosterdglaasjes. Dat is de goede grootte. Hier, Frits. Een wijnvlek krijg je er heel moeilijk uit. Het is geen wijn, godverdomme! Geen wijn, geen wijn. Wat is het dan? Nou, die man zegt nog appelbessen, wijn. Hij vraagt nog aan zijn vrouw, heb je nog het van die wijn staan? Ja, zegt ze... vruchtensap! Ja? Bereid uit een sap van vers geplukte, eerste kwaliteit, goudrenetten en rode bessen. Bessenappel! Het woord zegt het trouwens al, vruchtenwijn! Ja? Een frisse, nog enigszins zure drank. Er is een boodschap over, kom dit bericht binnen! Laat het nog in ruzie staan! Het is oudejaarsavond. Zuur. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, jong. Gelukkig nieuwjaar, moeder. Gelukkig nieuwjaar. Vader. Gelukkig nieuwjaar, jong. Ik ga nog even naar buiten. De straat op.